Jij bent natuurlijk de European Michael Jackson Sound and Lookalike. Mm-hmm. Ik mag wel zeggen, de allerbeste Michael Jackson imitator ter wereld. Nee, maar blijkbaar vorig jaar toch in de top 5 in de wereld. Dus toch leuk. Dikke proficiat en heel fijn dat je hier bent. Zeg, je hebt het album, nieuwe album al mogen beluisteren. Het heet Escape heet het. En jij hebt het al mogen beluisteren nog voor het uit was eigenlijk. Hè? Ja. Hoe kwam dat? Hoe dat jij dat mocht doen? Ja, door Sony. Dus ik vertegenwoordig meestal het imago van Michael Jackson in België. Ja. En ja, via heb ik dus de gelegenheid om die album 2 dagen daarvoor te mogen beluisteren. Hoe heb je daar naartoe geleefd eigenlijk? Op 2 manieren. Als fan eerst en vooral vind ik een heel geslaagde album, mm-hmm, tegenover het vorige postume album die Michael noemde, ja, waar dat veel kritiek over geweest zijn met is dat de stem van Michael, is dat niet. En hier hoort je duidelijk dus dat echt de Michael Jackson, ja, stem, sound en ook dit album voor mij is met liefde gemaakt door 2 van de grootste producers momenteel in Amerika, dus ja, Timbaland ja, en Rodney Jerkins, die ook jaren met Michael gewerkt heeft. Dus het is niet maar zo uit de schuif een paar liedjes nemen en dan weer boom op de markt. Nee, het is, ze hebben dat met liefde, met respect gemaakt. En als je dus die iTunes-versie, staat er zo een filmpje op, mm-hmm, waar dat dus die 2 producers aan het praten zijn. En die leggen uit dat ze soms een indruk hadden dat Jackson in de studio zat. Zoals jaren daarvoor van, ja, that's it. Dat ja, was de sound dat ik wil. En dus, ik vind het een heel geslaagde album. Okay, en de tweede visie, ja, sorry, ja, zeg maar, is als performer natuurlijk en als dansleraar. Ik geef ook dansles, Jackson. Ja. En om geïnspireerd te worden door die nieuwe sound of die nieuwe liedjes. Het is een echt Michael Jackson album. Ja. Ja. We gaan even luisteren naar de nieuwe single. Er is nog geen clip van, maar we kunnen uiteraard wel al iets beluisteren. Never Felt So Good, Michael Jackson. Jawel. Ik vind het gewoon heerlijk, hè? Het is echt wel alsof die man nooit is weg geweest, hè? Ja. Zo klinkt het ook, hè? Ja, ja, ja. Waar komen die nummers vandaan eigenlijk, Christophe? Liggen wij ze in een schuiver in een kast of zo? Ja, die Michael Jackson had per album tot 60 liedjes voor 1 album. En meestal zijn albums waren met 9 of 10 liedjes. Ja. Dus ja, de rest, ik denk dat er nog veel pareltjes zijn. Dit werd door Paul Anka geschreven. Ja. Trouwens, en je kan dat ook terugvinden met de nummer This Is It, ja. Die slow. En dat is een beetje dezelfde sound en dezelfde, ja, weer de oude Michael van de Quincy Jones periode, wat dat ik dus ja, het mooiste album vind. Of the Wall en zo, je hoort ja, dat, the je wall, voelt thriller dat. And bad. Ja, ja. Zeg, wat vind jij eigenlijk als je ook een snaak van Michael Jackson? Want ja. Goh ja, ik heb die leren kennen op MTV, hè, ja, met de Thriller. Ja. En ja, ik vond het fantastisch om hem te zien dansen vooral. En ja, daarna mee te zingen ook, ja. Het is opvallend dat Michael Jackson... Ja, het is natuurlijk en Smooth Criminal, waar hij daarnet op binnenkwam, ja, dat is echt een 5-nummer om van keihard op te gaan. Ja. Iedereen kent Michael Jackson. Hè. Zelfs de mensen die nu nog geboren worden, kennen Michael Jackson. Ja, dat is heel vreemd. Dat is fenomenaal. Hè. Dus 25 jaar of 30 jaar nadien, juist na zijn dood, was er weer zo'n Jackson-mania. Ik zie het ook in mijn danslessen. Er komen kinderen van 7, 8 jaar. En die willen ook Michael Jackson. Ze willen Michael Jackson imiteren, danspasjes leren, dus alles. Ja, voor jou is het wel goed dat er af en toe nog eens een album uitkomt. Want dan vindt iedereen dit weer tof en dan komen ze allemaal dansen. Ja, kijk, ik bekijk dat. Wij zullen zeker van dat nieuwe album 1 of 2 van die liedjes met mijn liveband zeker op het podium brengen. Ja, want jij hebt ook een show, de Legacy Tour. Mm-hmm. Die komt 28 juni weer. Ja. Ja. We hebben wel beelden misschien dat we even kunnen kijken om zo die sfeer nog eens op te snuiven. Want het lijkt wel de echte Michael Jackson, maar het is wel deze Christophe. Yeah.
Je klinkt als Christophe, je ziet eruit als Christophe. Is dat niet een beetje raar, Christophe? Om Michael Jackson te zijn, bedoel je? Ja, kijk, die artiest heeft mij altijd geïnspireerd. Mijn droom was op een podium te staan. Ik doe dat dankzij Michael en ik imiteer Michael. Ja. Okay. Je ziet er ook echt zo uit. Hè. Doe je daar iets speciaals voor? Nee, alleen schmink. Ja, dus het wonder van de schmink. En, hoe lang duurt het eer je er zo uitziet? Toch anderhalf uur. Ja. Toch anderhalf uur tot moeite. Met kleurlenzen, pruiken. En waarom inspireert Michael Jackson jou zo erg? Waarom heb je die microfoon zo te pakken? Ja, ik was 10 jaar oud en ik kreeg de Thriller album van mijn vader en ik keek Billie Jean op tv zoals iedereen en wauw was dat. Dat was echt een fenomeen die op tv kwam en daarna in de kamer zingen en imiteren voor de spiegel tot een bepaalde moment dat je de gelegenheid krijgt om een showke te doen. Ja. En ja, dan is dat een lang verhaal. We hebben denk ik geen 3 uur hier, maar en ik heb hem kunnen ontmoeten. Ja, en dat is de hoogste punt van mij. Waar was dat toen? In New York, in 2002. Ik mocht voor hem optreden, voor een speciale gelegenheid. En hij heeft dus mij 17 minuten aan Wauw. En wat vond hij ervan? Heeft hij er iets van Kijk, gezegd? Kijk, ik heb ook weer toeval, hem ontmoet en dat was even van, ik was met mijn mond open, er kwam niks uit. Ik kwam vertellen van, my name is Christophe, ik kom uit België en dit en dat, maar er kwam niks uit. En de enigste dat hij tegen mij zei van, that was very good, you must practice every day to be so good. Ja. Dus je moet zeker elke dag oefenen om zo goed te zijn. Dus wat maakt er zin in? Respect voor jou. Ja. Ja, hij had veel respect voor zijn fans, voor zijn lookalikes. Want Michael Jackson was een echte perfectionist, hè? Ja, absoluut. Doorgaan tot het 100% goed was, hè? Ja. Zeg, de Legacy Tour, wat voor een show is dat eigenlijk? Ja, het is bijna een 2 uur spektakel, met alles erop en eraan. Dus mijn live band. We zijn met 17 op podium, met dansers. En ja, wij tonen de meeste bekende liedjes van Michael. We proberen eigenlijk de illusie te creëren dat Michael nog... Allee, ik weet, dat is een beetje misschien... dat klinkt een beetje raar, maar een beetje de illusie te geven dat Michael nog steeds levend is, is het maar anderhalf uur op een podium. Ja. Dus echt de shows als Jackson. En waar vindt de show plaats? We starten dus in de Move in mijn thuishaven, in het danscenter Move in Aalst. Ja. En ik weet dat we dus aan de kust gaan ook, met een gratis concert aan de pannen. Ja. Dus we hebben veel datums. Nog niks in Limburg. Maar zeker nu nieuw album erbij is, kan dat zeker nog wel veranderen. Dus de Legacy Tour, hij kan naar Limburg komen, gewoon Christophe eventjes contacteren en anders ons contacteren.